We beginnen in vers 18. The word of God says, and Isaac dig again the wells of water which they had digged in the days of Abraham his father. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden. For the Philistines had stopped them after the death of Abraham, and he called their names after the names by which his father had called them. En die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden, hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. And Isaac's servants digged in the valley and found there a well of springing water. En de dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water. And the herdmen of Gerar did strive with Isaac's herdmen, saying, the water is ours. And he called the name of the well Esek, because they strove with him. En de herders van Gerar kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac en zeiden, dit water is van ons. Hij gaf die put de naam Esek, omdat zij ruzie met hem hadden gemaakt. And so they digged another well and strove for that one also, and he called the name of it Sitna. Vervolgens groeven ze een andere put, maar ze kregen ook daar oneenigheid over. Daarom gaf hij hem de naam Sitna. And he removed from there and digged another well, and for that one he did not strive. Toen brak hij vandaar op en groef een andere put, en daarover kregen zij geen oneenigheid. And he called the name of that well Rehoboth, and he said, for now the Lord has made room for us. En daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want zei hij, nu heeft de Heere ruimte voor ons gemaakt. And we shall be fruitful in this land. En zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. Let's pray. Dear Heavenly Father. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u. We thank you for allowing us to be here today. We danken u dat u ons toestaat om hier te zijn vandaag. To hear and see what all you have in store for us. Om te horen en te zien wat u voor ons klaar heeft liggen. So we ask that you would speak to us. En we vragen u om tot ons te spreken. And highlight to us your word. En uw woord te uit te leggen. In Jesus' name. In Jezus naam. Amen. Amen. Oftentimes when we go out to eat and we sit down at a table, the waiter asks, what kind of water would you like? Vaak als we uit eten gaan en aan de tafel zitten, vraagt degene die bedient wat voor water we willen. This is an important part of your meal because it helps to hydrate as well as make sure that you digest your food appropriately. En dat is een belangrijk onderdeel van het eten, omdat het zorgt dat je gehydrateerd wordt, maar ook om het eten goed te verwerken. And we have become so conscious about what we put in our bodies as far as water. En we zijn ons heel bewust geworden wat we in ons lichaam doen qua wat voor water we nemen. We have tap water, flat water, sparkling water, all different types of water. En we hebben kraanwater en gewoon water en bubbelwater. We hebben allerlei soorten. As a matter of fact, the water industry is about $1.7 billion industry in bottled water. En de waterindustrie is zelfs een 1,7 miljard dollar industrie geworden. And so there is an important emphasis on water. En water is dus gewoon heel belangrijk. And oftentimes, if we're not careful, we focus more on physical water than we do the water from the Spirit, which we know is the Holy Spirit. En vaak richten we ons veel meer op het fysieke water als dat we ons richten op het water van de Heilige Geest. And we have to put more emphasis on finding the flow of the Holy Spirit. En we moeten meer nadruk gaan leggen op het vinden van de stroom van de Heilige Geest. Then we put on emphasis in putting water in our bodies. Dan dat we de nadruk leggen op water wat we in ons lichaam gieten. The Holy Spirit wants to walk with you. Want de Heilige Geest wil met je wandelen. He wants to dwell with you and talk with you. Hij wil bij je zijn en tegen je spreken. And remind you that there is room at his table for you. En je eraan herinneren dat er ruimte voor jou is aan zijn tafel. As we look at this table, we can see a number of chairs. En als we naar deze tafel kijken, zien we een aantal stoelen. But there is never a shortage of chairs at the table of the Lord for you. Maar er is nooit tekort stoelen aan de tafel van de Heer voor jou. And so in this scripture we see a word called Rehoboth.
En in dit schriftgedeelte zagen we een woord Rehoboth. Which means there is room for more. En dat betekent er is ruimte voor meer. How many of you believe that God has so much room for more for the Netherlands? En wie gelooft er ook dat God zoveel meer ruimte heeft voor Nederland? How many of you believe that there is room for more for Celebration Church here? En wie gelooft er dat er meer ruimte is voor Celebration Church hier? How many of you believe that there is more Celebration Churches that has to be planted in Europe? En wie gelooft ook dat er meer Celebration Churches geplant gaan worden Because in Europa? Because there's room for more. Want er is ruimte voor meer. We read this passage of scripture. En als we dit schriftgedeelte lezen. It says that Isaac dug three wells. Dan staat er dat Isaac drie putten groef. The first well that he dug. En de eerste put die hij groef. Was called Esek. Werd Esek genoemd. Which means dispute. Dat betekent oneenigheid. In Isaac's mind he knew that it would be easier to go back. En in de gedachten van Isaac wist hij dat het makkelijker zou zijn om terug te gaan. And dig in a place that his forefathers had already dug. En een put opengraven die zijn voorvaderen al gegraven hadden. He understood that if there was water there before. Hij begreep dat als daar vroeger water was. More than likely there will be water there again. Dat daar ook nu opnieuw water zou zijn. But just because something is easy. Maar omdat iets makkelijk is. Does not necessarily make it right. Betekent niet dat het goed is. And so they called the first well Esek. Dus noemden ze de eerste put Esek. Which means dispute. Dat betekent oneenigheid. There was great dispute over the first well. Er was veel oneenigheid over deze eerste put. Because other people occupied the land. Want andere mensen hadden het land in bezit genomen. And sometimes we find ourselves doing things. En soms ontdekken we dat we zelf dingen doen. That are easy, die makkelijk zijn, and maybe right, en misschien ook goed, in the wrong place, maar op de verkeerde plaats. And if we're not careful, we'll find ourselves in dispute. En als we niet oppassen, dan komen we in oneenigheid terecht. Because we're doing the right thing, omdat we het goede doen, in the wrong place, op de verkeerde plaats, at the wrong time, en op het verkeerde moment. And so Isaac had to dig again. En dus moest Isaac een nieuwe put graven. And the second well, en de tweede bron, was called Sitna, werd Sitna genoemd, which means place of contention. Wat betekent plaats van bezetting? He found himself digging another well. Hij ontdekte zichzelf hij maakte een nieuwe bron. Doing the right thing. Hij deed het goede. In a wrong place. Op de verkeerde plaats. And this time. En deze keer. There was not only dispute. Was er niet alleen oneenigheid. There was contention. Maar er was echt ruzie. And so the word of God says that Isaac dug again. En dus het woord van God zegt dat Isaac opnieuw ging graven. The thing that I want you to take away from this place today. En wat ik wil dat je meeneemt vandaag. Is desperation drove them to dig. Dat wanhoop zorgde dat ze gingen graven. What are you desperate for in this place this morning? Waar ben jij wanhopig voor vanochtend? Will you stop at nothing to find your flow? Wil je voor niets stoppen om jouw stroom te vinden? Will you stop at nothing to go after the presence of the Holy Spirit? Wil je voor niets stoppen om de aanwezigheid van de Heilige Geest te vinden? Or will you stay comfortable in a dry place? Of blijf je lekker zitten op een droge plaats? The word of God wants you to know that there is room for more. En het woord van God wil laten weten dat er ruimte is voor meer. The word of God wants you to know that his presence desires to flow towards you. En het woord van God wil jou laten weten dat zijn aanwezigheid verlangt om naar jou te stromen. And change you from the inside out. Om jou van binnenuit te veranderen. In Africa, in West Africa, in West-Afrika, there is a shortage of water. Is een tekort aan water. And so the bushmen would take pellets of salt. En daarom nemen de bushmen, de stam, nemen heel veel zout. And they would take this pellet of salt and they would hide it in an ant mound. En ze nemen dat zout en dat verbergen ze in een mierenhoop. Because they understood that baboons love to eat salt. Want ze hebben ontdekt dat apen graag zout eten. And so the baboon would come and stick his hand in the ant mound to try to get the salt pellet. En dus komt die aap en die steekt zijn hand in die mierenhoop om het zout te proberen te pakken. But the baboon did not know when he grabs the salt, it swells his hand. Maar de aap weet niet dat als hij het zout pakt, dat zijn hand gaat opzwellen. The bushman sees the baboon stuck in the ant mound. En dan ziet de bushman de aap vast met zijn hand in die mierenhoop. Frees the baboon and then traps him in a cage. En dan bevrijdt hij die aap en stopt hem in een kooi.
feeds this baboon all the salt his heart desires. En hij geeft die aap al het zout wat hij wil hebben. Understanding the more salt the baboon eats, the thirstier for water he becomes. Want hij begrijpt dat hoe meer zout die aap eet, hoe dorstiger hij wordt. And after a few days of consuming salt, nadat hij een paar dagen zout heeft gegeten, the bushman frees the baboon from the cage. Laat deze bosjesman de aap vrij uit de kooi. And the baboon leads the bushman to water. En dan leidt deze aap de bushman naar het water. Sometimes you have to do whatever it takes to find your flow. Want soms moet je doen wat er ook voor nodig is om jouw stroom te vinden. And my question to you this morning, Celebration Netherlands. En mijn vraag aan jullie Celebration Netherlands vandaag is: is will you do whatever it takes to find your flow? Doe jij wat er ook maar nodig is om jouw stroom te vinden? The word of God teaches us. Het woord van God leert ons. That Isaac had to choose the ground. Dat Isaac de grond moest kiezen. If he chose the right ground, als hij de goede grond koos, he would find the right flow. Dan vond hij de juiste stroom. He didn't stop at the first well. Hij stopte niet bij de eerste bron. He didn't stop at the second well. Hij stopte ook niet bij de tweede bron. But he found success at the third well. Maar hij vond succes in de derde bron. And I came to encourage you today. En ik wil jullie vandaag bemoedigen. That you cannot stop when you find failure at the first well. Dat je niet moet stoppen als het mislukt bij de eerste stroom. You cannot get disappointed when you don't hit success at the second well. En je moet niet teleurgesteld raken als je geen succes hebt bij de tweede stroom. You have to continue to dig until you find your flow. Maar je moet blijven graven totdat jij jouw stroom vindt. Do you have the courage to act outwardly on what you see inwardly? En heb jij de moed om te reageren op wat je van buiten ziet en wat je van binnen voelt? Or will you quit on the verge of hitting your flow? Of stop je net voordat je de stroom gaat raken? If we look at history, als we naar de geschiedenis kijken, we'll see great men and women got right to the edge of finding their flow. Dan zien we dat grote mannen en vrouwen op het randje stonden van het vinden van hun stroom. And give up right before they hit it. En opgaven net voordat ze er waren. But I believe I'm in a place this morning. Maar ik geloof dat ik vanochtend op een plaats ben. Of great men and women of God. Van grote mannen en vrouwen van God. That will stop at nothing. Die voor niets gaan stoppen. Until they find their flow. Totdat ze hun stroom vinden. Every disappointment is not a disaster. Elke teleurstelling is geen ramp. Every closed door is not a no. En elke gesloten deur is geen nee. But sometimes closed doors, maar soms zijn gesloten deuren, are redirection to an open door. Zijn omleidingen naar een open deur. Isaac did not stop at failing at the first well. Isaac stopte niet toen het mislukte bij de eerste bron. He could not stop at failing at the second well. Hij kon niet stoppen toen hij mislukte bij de tweede bron. He became so desperate that he continued to dig. En hij werd zo wanhopig dat hij bleef graven. Until he found his flow. Totdat hij zijn stroom vond. We must understand this morning that our dreams does not come with an expiration date. En we moeten begrijpen dat op onze dromen geen houdbaarheidsdatum staat. And if you don't find your flow on the first dig, en als jij je stroom niet vindt bij de eerste keer graven, take a deep breath and try again. Haal diep adem en probeer het opnieuw. You cannot give up at the first well. Want je moet niet stoppen bij die eerste bron. You cannot give up on the first revival. En je kunt niet stoppen bij de eerste opwekking. You cannot settle for the move of God that happened in Europe years ago. En je kunt niet genoegen nemen met de beweging van God in Europa jaren geleden. There's a fresh move of God that desires to move in this place in this season. Want er is een nieuwe beweging van God die wil bewegen in dit seizoen. And God wants you to know that there's room at his table for you. En God wil dat jij weet dat er plaats aan de tafel is voor jou. If you believe that, shout amen. En als je dat gelooft, zeg amen. If you're taking notes, I want you to write this down. Als je aantekeningen maakt, wil ik dat je dit opschrijft. Point number one. Punt 1. Isaac had to be willing to do the work. Moest bereid zijn om het werk te doen. They were willing to do the work. Ze waren bereid om het werk te doen.
This morning, are you willing to do the work? Ben jij vanochtend bereid om het werk te doen? Are you willing to pick up the plow and dig again? Ben jij bereid om die schep op te pakken en weer te gaan graven? Are you willing to do a hard but necessary thing? Ben je bereid om het zware maar nodige te doen? To find your flow. Om jouw stroom te vinden? Are you willing to put in the hard work? Ben jij bereid om hard te werken? Oftentimes we settle for just believing and not doing. En vaak nemen we genoegen met het geloven, maar niet doen. But the word of God teaches us that faith without works is dead. Maar het woord van God leert ons dat geloof zonder werken dood is. So we cannot just settle for what we say. Dus we kunnen geen genoegen nemen met wat we zeggen. We have to allow our actions to follow what we say so that we can see. Maar we moeten onze toestaan dat ons handelen volgt op wat we zeggen, zodat er gezien wordt. Point number two. Tweede punt. They did not stop until they hit a flow. Ze stopten niet totdat ze de stroom raakten. You cannot give up now. Je kunt niet nu opgeven. You cannot throw in the towel now. Je kunt niet de handdoek in de ring gooien. You have to continue to dig and dig and dig again. Je moet blijven graven en graven en nog eens graven. Until you hit your flow. Totdat je jouw stroom raakt. Isaac understood that at the first well he would find water. En Isaac wist dat hij bij de eerste bron water zou vinden. Unfortunately, it was not the body of water that God wanted him to find. Maar helaas was het niet het water wat God wilde dat hij vond. He understood if my father had dug here before, the ground would be soft to dig again. En hij wist dat als mijn vader hier gegraven heeft, dan is de grond zacht om opnieuw te graven. But God never calls us to do an easy thing. He always calls us to do an impossible thing. Maar God roept ons niet om iets makkelijks te doen. Hij vraagt altijd het onmogelijke van ons. God does not call us to dig in the soft ground. Want God vraagt ons niet om in de zachte grond te gaan graven. He always calls us to break new ground. Maar hij vraagt ons om nieuwe grond open te breken. Celebration Netherlands, I need to know this morning, are you ready to break new ground? En Celebration Nederland, zijn we klaar voor om nieuwe grond open te breken? Are you ready to go into the hard places? Zijn jullie bereid en klaar voor om de moeilijke plaatsen te bereiken? To allow those regions, areas and nations to find their flow. Zodat ook die regio's en andere landen hun flow kunnen gaan vinden. They did not stop until they hit a flow. En zij stopten niet totdat ze een stroom raakten. Isaac understood that his father had already dug a hole here. En Isaac wist van dat zijn vader hier al een gat gegraven had. And so it would be easier to find water in a place where water was discovered before. En het was makkelijker om water te vinden op een plaats waar al water gevonden was. But the Philistines had filled the well with dirt, trash and dead carcasses. Maar de Filistijnen hadden die bronnen gevuld met modder en met dode dieren. So that what was once flowing was now blocked. En zodat wat eens stroomde was nu geblokkeerd. Something that was meant to nourish was now something that was meant to harm. En iets wat bedoeld was om te voeden was nu bedoeld om schade aan te richten. This was a place that God used to move. En dit was een plaats waar God bewoog. This was a well that God used to move in. En dat was een bron waar God in bewoog. But now the forefathers have dug this well and put dead things in it. Maar de voorouders hebben deze bron wel gegraven, maar er zijn dode dingen ingedaan. And God did not want Isaac to drink from something that he used to use. En God wilde niet dat Isaac ging drinken van iets wat hij vroeger gebruikte. He wanted him to experience the newness and the freshness of a new well. Want hij wilde dat hij het nieuwe en het frisse ging proeven van de nieuwe bron. And so he called him to dig again. Dus hij riep hem op om opnieuw te gaan graven. And sometimes if we're not careful, we'll find ourselves. En soms als we niet oppassen, dan ontdekken we dat we drinking from a fountain. Drinken uit een fontein. That God used to use. Die God vroeger gebruikte. Sometimes we'll find ourselves doing things. En soms ontdekken we dat we dingen doen. That we've done for years and years and years. Die we jarenlang zo gedaan hebben. Because we're used to doing those things. Omdat we gewend zijn om het op die manier te doen. But in order for us to see a fresh move of God. Maar als wij een nieuwe beweging van God willen zien. In this day and in this time. Op deze dag en in deze tijd. We have to dig from a new well. Dan moeten we graven voor een we nieuwe bron. We have to dig from a new place.
Dan moeten we nieuwe we have to dig graven. From a new territory. Dan moeten we in een nieuw territorium gaan and graven. So I encourage you to dig again. Dus ik moedig jullie aan om opnieuw te graven. Point number three. Punt drie. You can find a new flow. Je kunt een nieuwe stroom vinden. From an old place. Uit een oude bron. In the same region that Isaac had dug the first two wells. Want in dezelfde regio waar Isaac de eerste twee bronnen gegraven had. He dug the third well. Daar groef hij ook voor de derde bron. And he found a new flow. En hij ontdekte een nieuwe stroom. From an old place. Uit een oude plaats. He found a new flow. Ja, hij ontdekte een nieuwe stroom. From an old well. Uit een oude bron. He found a new flow. Hij ontdekte een nieuwe stroom. From an old ground. Uit oude grond. And sometimes God will call you to a familiar place. En soms roept God je naar een bekende plaats. To do an unfamiliar thing. Om iets heel nieuws te doen. You can find a new flow. Je kunt een nieuwe stroom vinden. From an old well. Uit een oude bron. Today God wants you to know. Want vandaag wil God dat je weet. That he is not done moving in Europe. Dat hij nog niet klaar is met bewegen in today, Europa. God wants you to know, en vandaag wil God dat je weet. That the greatest days of revival have not yet been seen. Dat de grootste dagen van opwekking nog niet geweest zijn. And you are on the verge of hitting a new flow. En dat je op het randje staat om een nieuwe bron te raken. And you are about to tap into your Rehoboth. En je bent, staat op punt om aan te sluiten op jouw Rehoboth. Which means there is room for more. En dat betekent dat er plaats is voor meer. So get ready. Dus wees er klaar voor. Point number four. Punt vier. When we grow, we get too big for certain places that we've settled. Als we groeien, worden we te groot om te blijven op de plek waar we gewend waren. When we grow, we get too big for certain places that we've gotten comfortable in. Als we groeien, worden we te groot om te blijven op plaatsen waar we gewend waren. This is a season in time where we have to be comfortable. Getting uncomfortable. En dit is een seizoen waarin we gewend mogen raken dat we het onbekende dat het goed gaat voelen. We have to be willing to put in the work and get dirty. En we moeten bereid zijn om aan het werk te gaan en vies te worden. Because there are thousands and millions of souls in Europe that need to hear about Jesus. Want er zijn duizenden zielen in Europa die moeten horen over Jezus. There are people in the Netherlands far away from Christ that need to discover a new flow. En er zijn mensen in Nederland die ver weg zijn van God, die opnieuw die bron moeten gaan ontdekken. And they will discover the new flow because we have picked up the shovel and continued to dig. En zij zullen die bron ontdekken omdat wij de schep hebben opgepakt en zijn gaan scheppen. It won't be easy, but it will always be necessary. Het is niet makkelijk, maar het is wel nodig. So we have to continue to grow. Dus we moeten doorgaan met groeien. When we grow, we get too big for certain places that we've settled. Als we groeien, worden we te groot om in de bekende plaatsen ons te blijven. Point number five, my final point. En het laatste punt. As you grow, both your capacity and your challenges grow. En als je groeit, dan zullen je capaciteiten en je uitdagingen groeien. As you get bigger, both your capacity and your challenges grow. Als je groeit, dan worden je capaciteiten en je uitdagingen groter. As you continue to dig, you will find success and challenges. En als je blijft graven, dan zul je succes vinden, maar ook uitdagingen. But you cannot give up because the ground is hard. En maar je moet niet opgeven omdat de grond hard is. You cannot give up because the challenges arise. En je moet niet opgeven als er uitdagingen komen. You cannot give up because the ground is intense and people push back. En je kunt niet opgeven omdat de grond zo hard is en de mensen je terugduwen. You have to continue to dig because there is more room for more people when we find our flow. Maar je moet blijven graven, want er is meer ruimte voor meer mensen als wij onze stroom gaan ontdekken. The word of God says that I go to prepare a place for you. En het woord van God zegt, ik ga om een plaats voor jou voor te bereiden. And Jesus is saying, I'm making more room for more people. En Jezus zegt, ik maak meer plaats voor meer mensen. So we have to continue to dig. Dus wij moeten blijven graven. We have to continue to get dirty. En we moeten bereid zijn om vies te worden. And we cannot stop until we find our flow. En we kunnen niet stoppen tot we onze stroom gevonden There's hebben. A fresh move of the Spirit about to hit Celebration Netherlands. Want er is een nieuwe beweging van de geest die op het punt There's staat a fresh move of the Spirit about to hit Europe.
En er is een nieuwe beweging van de geest die Europa zal aanraken. And it's going to come and flow through this place because we have continued to dig. En het zal door deze plaats heen gaan stromen omdat wij bereid zijn om te blijven graven. And we didn't stop at the first well. En we zijn niet gestopt bij de eerste and bron. And we didn't stop at the second well. En we zijn niet gestopt bij de tweede but bron. But we continue to dig in a hard place. En we zijn blijven graven op de moeilijke plaats. And we continue to dig in a hard region. En we zijn blijven graven in een moeilijke regio. And dig in a hard territory. En we zijn blijven graven in een moeilijk territorium. Until there was an outbreak of the Spirit of God. Tot er een uitbraak kwam van de Geest van God. Like we've never seen before. Zoals we nog nooit gezien hebben. Salvations like we've never seen before. Reddingen zoals we nog nooit gezien hebben. Healings like we've never seen before. Genezingen zoals we nog nooit gezien breakthroughs and miracles like we've never seen before. Doorbraken en wonderen zoals we nog nooit gezien hebben. Because we found our flow. Omdat we onze stroom gevonden hebben. Come on, let's stand to our feet. Laten we gaan staan. Lift your hands in this place. Hef je handen op. Dear Heavenly Father, we thank you today. Hemelse Vader, we danken u vandaag. That you have equipped us with the right shovel. Dat u ons toegerust heeft met de juiste schep. That you've given us the wisdom, knowledge and understanding. Dat u ons het begrip en de kennis heeft gegeven. To continue to dig so that we can find our flow. Om te blijven graven zodat we onze stroom gaan vinden. God, allow us to have the courage. God, sta ons toe om de moed te houden. To continue to dig when we come to the first well. Om te blijven graven als we bij de eerste bron zijn. And run into trouble. En problemen tegenkomen. Give us the strength to find our flow, Lord. Geef ons de kracht om onze stroom te vinden, Heer. And not settle for what we've seen at the second well. En niet te stoppen bij wat we gezien hebben bij de tweede bron. But God, allow us to have the strength and the courage and the faith. Maar God, sta ons toe om de kracht en het doorzettingsvermogen en de moed te hebben. To continue to dig in the place and in the region that you've called us to. En om te blijven graven in de plaats en de regio waar u ons voor geroepen heeft. Zodat we could find the flow that you have designed for us to find. Zodat wij de stroom kunnen vinden waar u ons voor ontwikkeld gemaakt heeft om te vinden. And be who you've called us to be. En dat we kunnen zijn wie u ons geroepen heeft om te zijn.